6 gulden. Oh, de winnaar, Simon! Oké, bedankt. Het was hartstikke leuk, hè? Hebben jullie allebei al wat, jongen? Hebben jullie al wat aan de hand? Ja, ja. Oh, anders had iets moois kunnen opbloeien nog, volgens mij, hè? Ik zie jullie nog terug bij de trap. Ga je voorbereiden, het kan keihard worden. Jongens, we lopen die kant even uit. Zie je nog wat je gewonnen hebt. Maar bovenal, Jelle, denk ik. En Erik, was het de moeite waard om mee te doen, hè? Zie eens even, ja, Pierre. Een sterrenshow voor Jelle Alkema en Erik van der Rie. Veel plezier, een heerlijke ervaring en u neemt mee naar huis. 56 gulden aan geld. Daarbij een paar pantoffels, een fotocamera, sokken, oorwarmers en een ski-uitrusting. En applaus van de hele zaal. Oké, dank je. Waar het om gaat, nog even, Erik. Je leukste ervaring van de sterrenshow, wat je zo meemaakt. Heel leuk. Maar wat was je leukste ervaring, Jelle? Nou, die 3 dagen eigenlijk. Hotel en alles erbij. Ik vind het leuk om te horen. En met Berdine. Ja, en in de wet met Berdine. Oké, okay, ik vond het enig om jullie te hebben. Jelle en Erik, tot ziens. Oké. Okay. Ja. Als je zo staat bij zo'n show, moet ik zeggen, dan is er eigenlijk maar 1 ding. Ja, dat weet u niet goed, waar ik van droom. En dat is van eigenlijk een stoel. Mijn eigen stoel thuis. En ik droom ook een beetje van een glas ernaast en een sigaretje, daar droom ik van. Want ik zal u vertellen wat het is, hoor. We zijn nu al 2 weken lang aan het praten, vragen. Willem dat, Willem zullen we zo, Willem, en het gaat maar door. En op het toneel vragen. U kent dat. De schilder komt even langs. Moet dat rood nou boven of moet het nou onder zitten? Zo'n 180 vragen. En soms, jongens, ben ik daar zo moe van. En dan doe je die show op je laatste. Je allerlaatste asem eigenlijk, hè. Maar daarna, dan herstel je weer. Dus dan denk ik, als ik nou vanavond thuis kom, dan zet ik de televisie op sneeuw. Neem een slok. Ik vind sneeuw rustig. Vind ik een van de beste programma's. Dus meestal na 1 heb je sneeuw. Op Nederland 1 en Nederland 2 sneeuwt het. En als je daar naar kijkt, jongens, het altijd kerstmis. Zo lekker. En dan ga ik zitten en dan steek ik een sigaretje op gewoon. En dan laat je zo'n dag helemaal eens over je heen komen. En het heerlijke is, niemand vraagt je wat. Want je zit... Kijk hoor. De ene hand. Ja. Je mag er wat van verwachten, denk je dan, als je in je stoel zit. Huis in volle rust. Kinderen slapen. En je hoort helemaal niks. En eigenlijk denk ik bij mezelf, ik neem er even een voorschotje op. Ik laat jullie genieten van het genieten van mij als ik thuis zit. Er geen kind meer te horen is. Buiten stil. Helemaal stil. En dan zit ik zo. Moet je voorstellen, zo zit ik. Geen vragen meer. Geen vragen, niks meer. Steeds te wachten wie dat is als u uw briefkaartje hebt ingestuurd. Dat komt direct als we weten wat nu ook de laatste letter is. Ik ben benieuwd. Sterrenkoers 3, hier is Hans Espoel.
En de letter B gaat aan de leiding met de K op de tweede plaats. En derde ligt de M met de L. En de mensen die dan de favorieten hebben gespeeld, dat zijn IJdelheid Fortuna met de letter P. En de G van Veralin R. Wel, dat zijn de mensen die kunnen sidderen op hun stoel. Want die hebben de beste paarden van het veld. Als je kan spreken over de beste paarden. Want we gaan hier nu de halverwege de eerste bocht met de letter B en de K aan de leiding. En de M ligt op dit moment op de derde plaats. Daar ligt dan ook nog bij de letter D en de J, gevolgd door de G. De goede paarden die komen zich nu melden. Als we hier nog 1000 meter hebben te gaan, is het nog steeds de K aan de leiding met de B en de L op de vierde, op de derde plaats. De M ligt op de vierde plaats. Dan ligt de D, daar aan de buitenkant van is het de J en de G en de P. De G en de P die liggen dus hier op een zesde, zevende plaats en zullen zich ongetwijfeld nu, als we de overkant de rechte lijn in gaan verbeteren. Daar gaat de letter P. Hij gaat van de zevende naar de zesde plaats. Ligt nu op dit moment op de vijfde plaats. Gaat naar de vierde plaats. Aan de buitenkant ligt die derde. We hebben nog een 600 meter te gaan. En het is nog steeds de K met de J en nu komt de P. De P die maakt nu progressie. 500 meter is er nog te gaan. We draaien de laatste bocht in met de letter K aan de leiding. Met nu de P op de tweede plaats. En dan zien we de J valt terug en de G, daar komt hij ook al aan. En de G ligt nu op de derde plaats. En de L ligt vierde. We zijn halverwege de laatste bocht met nog steeds de K en de P. En die P die krijgt nu heel klein beetje overwicht op de K. Maar die heeft de binnenkant van de baan. En die heeft dus een klein voordeel. Maakt een ietsje kortere weg. En komt hier weer als eerste de rechte lijn in. Het is de K met de P en de G. Dat zijn de paarden met nog 100 meter voor de boeg. Het wordt de G met de P. En het is de G die hier gaat winnen. Ja, inderdaad. En de P wordt tweede. Winnaar Sterrenshow 3. De letter G van Gerard. Mooi zo, de G is het. Thuis is er eentje heel erg bedroefd of heel erg verheugd, want dat is hem dus. Dat is het totale koersen- en paardenaantal van vanavond. Zullen we hem even voor u resumeren, even op een rijtje zetten. Dan weet u hoe het eruit had moeten zien en wat voor prijzen u hebt kunnen winnen. Dan komt-ie. Dit is hem. We hebben voor u het trio L, N, K. Het koppel DK, D Dirk dus, Karel en de nummer 1, de winnaar is de G, de G. Waar het nu om gaat is, dat zeg ik erbij, dat als u nu die D hebt, dan stuurt u die briefkaart in en dat geldt ook voor die andere extra prijs. Vergeet vooral niet uw kaartnummer, uw lotnummer daarbij te zetten, uw lotnummer daarbij te zetten. Vorige keer hadden we de letter M. Dit is niet de goede kaart, die laat ik even vallen. Nou zoek ik hem, want de notaris heeft hem al getrokken. Die auto is gewonnen vorige keer op die letter M door. Daar komt hij. Nou. M, Broeders van Bergenstraat 45 in Zevenberg. Hartelijk gefeliciteerd. Hij komt bij u thuis. Meneer of mevrouw Broeders. Zie hoe de gladiatoren de arena van het spannendste spel van Nederland betreden. De trap. En daar gaan we. De trap neemt je mee. En de trap brengt de zaal in extase. Vorige keer een zeer snelle trap. Het kan weer gebeuren. Het is als een voetbalwedstrijd. Hij gaat erin binnen een minuut of je blijft heel lang rommelen. Maar als je het haalt bij de trap, schrik maar even goed. Dan gaat het hier om, Pierre. Laat ze maar weer zien. Ja. Heel Nederland weet het nog en zal het niet vergeten. Kijk aan, daar zijn ze. De twee koffertjes met 50.000 gulden zijn inderdaad te winnen of te verliezen. 10 minuten spelspanning en zij zijn misschien voor u de 50.000. We wensen u veel succes. Ja, veel succes. Laten we even kijken waar ze naartoe gaan. Dan kan je bij mij komen staan. Dan zie je meteen de kluizen daarboven.